Heb ik er al een van gelezen van deze hele reeks? Nee. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe weekendvlog. Het is vandaag, en dan moet ik ook echt eventjes op de datum kijken, 27 januari. En het weekend is begonnen. Beetje lekker uitgeslapen, we allemaal. Dus dat is echt even lekker. Wil ik even laten zien welk nieuw boek ik binnen heb gekregen. Die kwam donderdag, meen ik. Maar niet eerder tijd gehad om te laten zien. Deze. Van Vishwap. De kleuren van magie. Het is magie. Het is deel 3. Ik heb gewoon heel deel 3 gemist. Ik heb hier namelijk deel 4 al. Deel 1 en deel 2 staan hier. En vind ik dan mooi, weet je, dat die straight edges zo'n beetje zichtbaar zijn. Dan zet ik ze zo neer. Maar ik had gewoon deel 3 niet. En ik zag dus op Instagram van iemand dat het een vierde deel was. Toen dacht ik van, oh, ik heb gewoon een heel deel gemist. Maar goed, die is dus nu binnen. Die is nu mooi hier. Heb ik er al een van gelezen van deze hele reeks? Nee. En het zijn ook echt hele bakstenen gewoon. 700 pagina's. Echt super, super tof. Ook heb ik een cadeautje gekregen. En die moet ik ook nog even op TikTok unboxen van Bianca van Pinkit.nl. Zij is ook op TikTok. Ik zal het even hier vast laten zien. Dit is deel 2 van de Zodiac Academy. Zo lief. Dan krijg je gewoon dus af en toe heel lief. Krijg je dus af en toe heel lief een cadeautje opgestuurd. Zo'n lieve community, die BookTok community. Maar goed, ik heb dus helemaal nog geen tijd gehad om dat op TikTok te plaatsen van, goh, dankjewel dat ik die heb gekregen, want dat is wat je doet, het is leuk. Maar ik moest hem wel even openmaken, want het was op een dag dat de DHL kwam en alles was zeiknat. Dus ik moest hem openmaken, ik moest het boek redden, toen heb ik hem weer alles laten drogen. En weer erin gedaan, zodat ik het toch een soort van uit de envelop kan halen. Ja, heel gek, heel cheesy misschien. That's what we do! Ja, wat moet ik verder nog vertellen voor vandaag? Nou, ik ga niet heel veel doen. Ik ga even nadenken wat ik ga doen. Ik moet in ieder geval eventjes voor februari wat items gaan opsnorren om weg te gooien. Want we gaan in februari weer opnieuw van start. Januari is natuurlijk een beetje anders gelopen dan we allemaal hadden voorspeld. Een hele drukke maand geweest. En is ook nog niet voorbij hoor. Het is niet dat het nu al voorbij is. Maar in ieder geval kan ik nu weer beter voorbereiden. En dat we weer gewoon lekker van start gaan. Ik zie jullie later. Inmiddels ben ik weer, het is weer avond, ben ik weer terug van met Yuki lopen. Ik kwam in het bos en er waren zoveel ganzen dat ik haar ook niet los kon laten daar op dat punt in het bos. Ik heb haar verderop op een ander veldje heb ik haar losgelaten, ik heb een bal gegooid en zijn we weer teruggegaan. Er waren overal ganzen en ze vindt het leuk om vogels op te jagen omdat ze dan omhoog vliegen. Ze gaat ze niet pakken of zo. Maar ik had zoiets van, dan raak ze helemaal door het dolle heen en weet ze straks niet meer hoe ze terug moet. Want het is één groot boerenweiland vol met ganzen zat. Dus ik denk, nee, dat gaan we niet doen. Ik hou er even vast. Dus, nou, had ik gelopen. Ik heb nog een Pokémon raid gedaan met mensen hier uit de buurt. De, hoe heet die ook weer? Oho, Aho, zoiets. Nou ja, die moet je dus met elkaar doen. Die kun je niet op afstand doen. Maar ik merk wel dat Pokémon minder leuk is nu. Nu het niet wat kouder is buiten. En minder mensen spelen het. Ook mensen in mijn omgeving doen die het niet meer spelen. Dan raak ik zelf ook een beetje de motivatie kwijt. Het is leuk om met elkaar te doen. In je eentje is het minder leuk of zo. Ik ben verder The Crown verder aan het kijken. Ondertussen ook in mijn boek verder aan het lezen. Dat is deze. Bij hoog en laag. Van Jacqueline van der Velde. Heerlijk, heerlijk. Feel good, lekker wegdroomboek. Even rustig, dagje, wasje gedraaid. Keuken even opgeruimd, want de boodschappen komen zo. En ja, gewoon even een lekker rustig dagje vandaag. Goedemorgen, het is de nieuwe dag. Het is vandaag zondag 28 januari, volgens mij. Ja, volgens mij wel, ik weet niet meer zeker. Maar goed, vanmorgen lekker aan mijn ontbijtje, shake en koffie en zo. Toen kwam er in de groepsapp van Pokémon Go dat die hier in de buurt zat. Dus heel snel mijn koffie, mijn shake even aan de kant gezet. Om daarheen rennen, nog eentje gedaan. Nou, gevangen. Ja, ik heb hem ook gevangen. En weer terug, mijn shake opgedronken, onder de douche en nu ben ik hier. Ja, dan gaat het soms. Oh ja, Yuki was natuurlijk ook al eerst uit geweest en zo.
Het is heel mooi weer buiten, lekker koud. Het is echt heel fijn weer om lekker buiten te lopen. Dus ik had een stuk met Yugi gelopen vanmorgen en daarna een stuk Pokémon vangen. Zometeen Dungeons and Dragons. Ja, heel veel zin in. Dus ik kijk ernaar uit om weer het battlefield te ontruimen van alle gevaren die Dungeon Master Martijn voor ons neerzet. Want dat doet hij. Ja, let's go. Dan wil ik daar ook graag mijn inspiration voor gebruiken. Oh nee, Osmar. Adelaine haalt hem. Meerdere camera's. Even kijken. Hey, die was van mij. Kom op, deze had echt meer lach verdiend en meer nice. Okay. Ja, nice. Mensen mogen... Nice. 1000 mensen wil gaan besturen tijdens deze combat. 100. Voor mensen die geïnteresseerd zijn. Mogen wij er allemaal één pakken? Ik heb inderdaad een statblok voor Talina, wow! Een statblok voor Farah en Osmar. Een statblok voor Osmar. Osmar. Ik wil een cleric doen. Ik wil de rogue doen. Want die weet ik. De Jo, effect eraan. Ja, hij werkt net iets anders. In de statblok staat er... Eentje meer gaat hij hier, gaat hij dan staan. Ja. Eens. En hij ademt weer in en met zijn 15 voet cone. Nee! Mogen en Lia Shara en Alia een dexterity save maken. Oh nee. Oké, dexterity save. Alia? 8. Dan krijg jij 10 poison damage. Een 1. Ja. Nee. Dan krijg je 10 poison damage. En je mag dus allebei een concentration check maken. Alia? Nee, grapje. Allebei een concentration check. Nou, dat was een lange Dungeons and Dragons sit. We hebben het overleefd, deze drakenaanval. Nou, drakenaanval. Het was een aanval van meerdere vijanden. En ja, we hebben het overleefd. En we gaan dus nu, het is mijn stadje. En mijn vader is gewoon een of andere tiran die hele stad onder zijn hoede heeft en dat gemeen doet en iemand heeft aangesteld die dus de hele zooi ervan heeft gemaakt, gezorgd dat al die mensen onderdrukt zijn. Dus we hebben nu als missie dat we hem gaan vermoorden. Maar mijn karakter heeft nog zoiets van, ik wil toch even nog met deze man praten, het is toch mijn vader, weet je? Ja. Zo is het best een tof verhaal waar we dus middenin zitten. En dat je dus als karakter gaat denken voor jouw karakter, zeg maar. Om dan te denken van, ja, wat zou mijn karakter nu gedaan hebben? Zal echt rechtstreeks op haar vader zijn afgelopen. En klaar hiermee met hoe je me hebt opgevoed en weet ik het wat allemaal. En of zal ze toch nog even proberen met hem te praten om te kijken van, is deze man nog voor reden vatbaar? Ja, het was heel tof. Maar dat hebben jullie gezien in de beeldjes die ik... Ik heb wat meer gefilmd dan anders geprobeerd. En nou, heb je toch een klein beetje wat acties kunnen zien. En hoe het er dan ook uitziet. Maar goed, het is maar weer een kleine weekendvlog geworden. Want ja, heel veel dingen om te vloggen zijn er dan ook weer niet gebeurd. Ik heb geen recepten gekookt en dat soort dingen. We hebben vandaag de patatpan aangezet, want we waren laat thuis. Morgen gaat mijn auto naar de QuickFit. Want ik heb al een scheur in mijn voorruit van steenslag. Dat was eerst tik en opeens was het een hele scheur. Nu wordt morgen gerepareerd, want die scheur gaat steeds verder. Dus mag ik morgenochtend om 8:30 mijn auto daar neerzetten. Ik heb mijn fiets al opgeladen, die zat hierachter. Dat is een elektrisch vouwfietsje. Die gaat achter in de auto. Dan ga ik terugfietsen. En daarna de auto weer ophalen. Ik heb even geen lift, iemand die me erheen kan brengen en op kan halen. Dus ik moet even zo oplossen. Maar dat geeft niet. Komt helemaal goed. Het is morgen gewoon lekker droog weer, dus ik kan mooi fietsen. Helemaal goed. Dus ik dank jullie wel voor het kijken naar deze vlog. Vond je hem leuk? Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. En te abonneren op mijn kanaal hier beneden op de abonneerknop. Voor nog meer vlogs, shoplogs en andere soort video's. Slaap lekker voor straks en kijk je het in de ochtend. Dan wens ik jou een hele fijne dag vandaag. Doei doei!